Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 19 februari. Vanavond is het volle maan en deze volle maan die staat het dichtst bij de aarde als je dat vergelijkt met alle volle manen die we dit jaar gaan krijgen. En dat betekent dat we spreken van een supermaan. Overigens is het met het blote oog nauwelijks te zien, maar het blijft een mooi fenomeen, zo'n volle maan aan de hemel. Of we hem ook kunnen zien? Ik denk het wel, want er zijn best wel wat opklaringen vandaag. Zeker vanavond en vannacht. En ook nu zijn er opklaringen. Dat kunnen we mooi zien op de satellietfoto. Vannacht was het bewolkt, maar die bewolking die is richting Duitsland getrokken. In een groot deel van het land is het nu zonnig, maar dat gaat wel veranderen. Want er gaan al vrij snel stapelwolkjes ontstaan. En in het binnenland zal het dan ook over het algemeen bewolkt blijven. Vanmiddag in de dus gebieden aan zee ziet het er een stuk zonniger uit. In het noorden overigens, daar komen nog wat meer wolkenvelden binnenschuiven. En heel misschien valt er in het noordoosten van het land een enkel buitje. Ja, hoge bewolking, daar hebben we wel ook vanavond en vannacht mee te maken. Maar zoals gezegd, ik denk dat de maan best wel zichtbaar zal zijn. Morgen ook vrij veel bewolking, met name in het noorden. En misschien dat daar zelfs ook nog een spatje regen gaat vallen. In het zuiden, daar zijn meer opklaringen, komt de zon vaker tevoorschijn. Dit is het beeld voor vanmiddag. De temperatuur ligt dan tussen de 9 en de 11 graden. En zoals gezegd, heel misschien dat er in het noorden een enkel buitje valt. In het binnenland overheerst de bewolking. In de kustprovincies, daar zal de zon over het algemeen goed te zien zijn. Nou, ook vanavond hebben we te maken met wolkenvelden en opklaringen. De meeste bewolking in het noorden. In het zuiden de breedste opklaringen, laat ik het zo maar noemen. En de temperatuur ligt tussen de 5 en de 6 graden. Vannacht daalt het kwik dan nog wat verder en dan komen we uiteindelijk uit bij minimumtemperaturen in het binnenland rond de 4 graden. De wind die waait de hele dag uit het zuidwesten of westen is matig tot vrij krachtig. Vannacht neemt de wind tijdelijk wat af. Ja en morgen dan ook weer die bewolking in het noorden met misschien dat spatje regen erbij. In het zuiden daar zijn de opklaringen het breedst en dat betekent ook dat daar de zon het vaakst te zien zal zijn. De temperatuur loopt op naar zo'n 9 tot 11 graden. Ja, en dan gaat zich daarna weer een nieuw hoge drukgebied opbouwen, en dat betekent dat het geleidelijk aan weer zachter gaat worden en dat de zon op steeds meer plaatsen erbij gaat komen. Donderdag tot en met zaterdag blijft het ook overal droog. Donderdag wordt het zo'n 12 tot 13 graden. In het weekeinde kan het in het zuiden van het land opnieuw 15 graden worden. De wind stelt niet veel voor. Die is afhankelijk uit het westen-zuidwesten. Maar zal geleidelijk aan gaan draaien naar een meer zuidoostelijke richting. De nachten worden wel wat kouder. En misschien dat er in de nacht hier en daar ook wat mist tot ontwikkeling gaat komen. Maar die lost dan op in de ochtend. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dinsdag.